dat je aan ons programma mee wilde werken en dat je een beetje wil vertellen over je dagelijks leven. In het bestaan van als opbouwwerker, maar ook als fotograaf. Vertel eens over jezelf. Ja, dankjewel. Ja, ik vind het ook heel leuk om in het programma te komen. Ik ben een trouw kijker de afgelopen periode. Top programma trouwens, echte complimenten voor jullie. Ik ben Ed Hogeboom, ik ben opbouwwerker bij Standby. En ik werk in en vanaf het Heidje, het buurtcentrum in Vrieheide. Maar ik werk in hele Heide eigenlijk. Heel Heide Passat vooral en Vrieheide. Dat is het gebied waar ik actief ben. En als opbouwwerker ben ik, dat zegt het woord eigenlijk al een beetje. Het woord bouwen zit erin. En ik probeer eigenlijk ook initiatieven van buurtbewoners en van organisaties in de buurt mee te ondersteunen. Ik help hen om goede dingen te doen voor de buurt. Dat kan zijn het meehelpen opbouwen van een organisatie. Het kan het in contact brengen van initiatieven met de gemeente of met andere partijen zijn. Zodat ze ook de middelen kunnen krijgen die nodig zijn om de initiatieven wat zij graag willen. Om dat te kunnen doen. Maar ik ben ook bijvoorbeeld erg betrokken bij de vernieuwing van het buurtcentrum Het Heidje. Het is nu een buurtpunt geworden, het buurtpunt. En we proberen natuurlijk daar ook een mooi activiteitenaanbod te bieden. Wat ik goed aansluit bij de behoeften van de buurtbewoners. En dan ben ik in dat team wat daar actief is ook een beetje degene die dat contact met de mensen in de buurt heeft. En de buurtinitiatieven en organisaties. Zodat we ook die ideeën van die mensen ook mee kunnen nemen in hun verhaal. En dat is eigenlijk in kort gezegd een beetje mijn rol daar. Ja, dus concreet, wat betekent dat voor de bewoners op Vrieheide, Heerle Heide? Wat vinden ze dan in die activiteiten bijvoorbeeld? In die activiteiten bij ons aan het buurtpunt bijvoorbeeld, daar gaat natuurlijk, het gaat om ontmoeting. Hè? Het buurtpunt is natuurlijk vooral ook een plek die door de activiteiten de mogelijkheid biedt voor mensen van jong tot oud, hè? Maar jong niet helemaal, want er is Jens voor, hè? De MOVE. Ja, bij Varenbeuk daar in de buurt. Die richt zich vooral op activiteiten voor kinderen en voor de jeugd. Wij richten ons meer op volwassenen en op ouderen. En we organiseren activiteiten in de sfeer om mensen ontmoetingsmogelijkheid te bieden. Maar ook om bijvoorbeeld dingen te leren. We hebben bijvoorbeeld ook sinds een tijdje een taalgroep voor nieuwkomers. Ja, wij richten ons ook op, er komen ook nieuwe mensen in de buurt wonen, vaak migranten. En het is ook fijn dat mensen ook een plek hebben om bij elkaar te komen, ook bijvoorbeeld de taal beter te leren. Want dat, wat voor ons zo vanzelfsprekend is, is voor hun niet vanzelfsprekend. Ze komen in een heel ander land, een heel andere cultuur. Ze worden zeker de eerste tijd begeleid door vluchtelingenwerk in Nederland. Maar op het moment dat ze in de buurt wonen, hebben ze toch vaak de behoefte aan wat meer ondersteuning nog. Hè? Op taal, maar ook een beetje wegwijs worden. En we zijn met een groepje buurtbewoners, waarin een aantal oud-migranten zitten. Mensen die vroeger ook echt in Vrieheide zijn komen wonen. Die helpen die nieuwe mensen om een beetje een plek te vinden in hun buurt. En dan hebben we bijvoorbeeld ook een taalles, waarbij een vrijwilliger van ons, Rob, elke week mensen de taal probeert, de Nederlandse taal wat beter te leren. Gewoon door zo met elkaar te praten, met woordjes en voorbeelden. En dat is best erg belangrijk, omdat... Mooi initiatief ook. Mooi initiatief. Samen sterk, hè, zeggen ze. Ja. Hè? Dus, Precies. Maar we hebben ook in het Heidje, zeg maar, ook een stukje dienstverlening en hulpverlening natuurlijk. Dat is ook erg belangrijk, hè. Want we werken ook in buurten waar toch nogal soms mensen wat vragen hebben over financiën, het wonen. Maar soms zijn er ook bepaalde vragen, problemen die in het gezin spelen of die met de opvoeding van je kinderen te maken hebben. En dat is natuurlijk wel fijn als je ook ergens een plek in de buurt hebt waar je dan ook even kunt aankloppen als je vragen hebt. En denk, goh, ik wil toch eens met iemand gaan praten om te kijken of ik wat hulp of steun kan vinden bij zaken die spelen. En dat kan ook in het Heidje. Ja, daar hebben we ook inloopactiviteiten voor om dat te doen. Dus dat hoort er ook een beetje bij. Ja, vooral in deze moeilijke tijden. Hè? Dat mensen in ieder geval wel weten in hun gemeentes waar hun punt is, hè? Om samen te komen of om hulp te zoeken. Dat is, Dus het buurtpunt is van ons betreft eigenlijk een beetje een centrale plek als het gaat om vragen, hulp, diensten die je aanbiedt, maar ook om elkaar te ontmoeten en samen leuke dingen te doen. Ook gebied van sport, een stukje voorlichting. En we doen ook regelmatig iets van vervolging organiseren voor mensen. Nou, dus dat zijn ook dingen die een beetje bij mijn werk horen eigenlijk. Ja, wat mooi. Wat een mooie job. Dat moet ik wel zeggen. Ik denk dat op menig mens wel jaloers is. Er zijn genoeg functies waar je mensen kan helpen.
of waar je mensen bij kan staan. Maar als je zo'n functie met zoveel takken kan invullen, opbouwwerker, in hulp, in activiteiten, prachtjob. Mm-hmm. Maar je bent nog wat anders in het dagelijks leven, toch? Ja, nog iets. Klopt. Dat heeft wel een beetje te maken met het thema wat wij ook hier hebben. Ja, klopt. De kunst, hè? De kunst. De kunst, ja, klopt. Ik ben in mijn vrije tijd ook fotograaf. Al 40 jaar inmiddels. Ik ben ermee gestart voor mijn 25ste. En doe het nu al 40 jaar. Ik ben ook lid van een fotografencollectief. Dat heet F68. Dat zijn dan, ik noem dat autonome fotografen. Van deel mensen die daarvan moeten leven. Die dus eigenlijk als fotograaf werken ook. Hè. Die daar boter mee moeten verdienen. Maar ook mensen die dat doen om hun weer een artistieke manier de fotografie te gebruiken. Als een techniek, als een medium. Om hun artistieke ideeën vorm en inhoud te geven. En ik ben dus ook een fotograaf van het collectief. En ik ben al lang, lang actief. Ja, je zegt 40 jaar. Nou, dat is dan de overgang ook van de gewone fotografie naar de digitale fotografie. Vind je het fijn aan digitale fotografie? Of? Ja, ik vond het beide vind ik het heel leuk. Want ik kan me nog herinneren in de analoge tijd, noem ik het maar. Met de ouderwetse kamers met filmpjes. Ik heb ook alles zelf, de films in de tijd ontwikkeld. Maar ook afdrukken zelf gemaakt. Had ik een donkere kamer. Wat ik erg leuk en bijzonder vond, dat is toch wel iets heel aparts. Als je in een donkere kamer staat en je ziet daar die beelden opkomen in die baden. Dat is heel beperkt licht wat je dan hebt. Maar het is bijna een soort alchemie wat je dan bedrijft. Het is heel betoverend wat er gebeurt. Dat die beelden zo kunnen ontstaan door chemie en zilver. Ja. En, dat ik zie het voor me als een soort magie. Ja, dat is echt magie. Je krijgt een beeld. Ja, ja. Ja, dat vond ik echt het mooie aan het donkere kamerwerk. En het was ook veel handwerken, handmade, alles zelf maken en doen. Leren, vallen en opstaan. Maar het had zijn magie en de drukken in die tijd waren natuurlijk geweldig. Want ook dat, die oude films hadden bepaalde kwaliteit. En er zijn nog jonge fotografen op dit moment die echt die oude technieken gebruiken. Omdat ze dat materiaal zo geweldig vinden in de, ja, ook in de uitdrukkingsstof van foto's. En hoe dat dan uitziet eigenlijk ook. Maar digitaal, echt een ambacht, denk ik toch, om het nog zo te doen. Ja, 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 maar ik denk dat is met alle kunst zo, dat je naast zeg maar wat je wil maken en wil laten zien, dat je ook je techniek wel moet kunnen beheersen. Of je nou beeldhouwer bent, of je bent schilder of fotograaf. We hebben dan de camera en de camera's tot onze beschikking. Tegenwoordig ook de computer met de fotobewerking. Maar die moet je wel goed kunnen beheersen natuurlijk. Dus het is wel vakmanschappetje, dat vind ik wel belangrijk. Je moet wel weten wat je doet en dat duurt wel. Jazeker. Tijdje om het te leren, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Vooral voordat je zo mooi mag exposeren, zoals je ook doet, hè? Ja, oké. Okay. Ja. Toch? Je exposeert ook, hè? Met je fotografie. Ja, klopt. Afgelopen jaar heb ik een druk jaar gehad. Ik heb 2 tentoonstellingen gehad. En nu weer eentje trouwens. Er loopt nu weer een in Eupen. Maar dat is een groepstentoonstelling waar ik aan deelnemen. En vorig jaar heb ik 2 afzonderlijke tentoonstellingen gehad. Ik ben een tijd bezig geweest met portretten te maken van standhouders en van bezoekers van rommelmarkten in de U-regio. Misschien voor de duidelijkheid, de U-regio is een beetje mijn werkgebied. Ik werk echt tussen Luik, Aken, Maastricht. In die driehoek ben ik vooral erg actief. Maar ik heb er heel veel rondgezworven, maar ook trouwens aan de Duitse kant. Hè. Ik vind dit echt een prachtig gebied, met name door die grenzen. Die overschrijdingen, er zijn toch, ja, er zijn, landschappelijk is het geweldig, de steden zijn interessant. Een heel mooi werkgebied. Maar terugkomend op de rommelmarkt, dus ik ben ook met de rommelmarkten bezig. Omdat ik heb ook wel iets met oude spullen, dingen die veranderen. Als je op rommelmarkten tref je vaak spullen aan die hun waarde verloren hebben. Maar er zit ook vaak een geschiedenis aan, de spullen die je daar aantreft. En de mensen die er komen, vind ik ook heel bijzonder. Ook die standhouders, die kooplieden die daar hun handel drijven. Maar ook die bezoekers. En ik ben op een paar moment op dat waarde die markt had ik het idee. Ik ga daar portretten maken van mensen. En ik heb 2 series gemaakt. Eentje in Houset en eentje in Verviers. En dan moet je echt voorstellen dat ik op zo'n Houset bijvoorbeeld. Dat ik die markt daar. Had ik ook echt een kraam. Die normaal voor de verkoop van spullen wordt gebruikt. Die had ik echt op mijn beschikking als een plaats waar ik dan mensen kon portretteren. Dat ging echt met statief. Geweldig.
En dan moet je je voorstellen, dat is echt van, dan zie je mensen voorbij lopen. En ik wilde ook per se mensen met een voorwerp fotograferen. Dat ik ook geïnteresseerd was in de persoon en wat koop je nou en wat betekent dat nou voor jou? En dan ging ze dan de vragen in hakkelen, brakkelen Duits een beetje, want ik spreek wel Duits, maar niet zo super goed natuurlijk. Van of ze dan een portret wilde staan. En wat ik heel opvallend vond op die rommelmarkt, dat meer dan 50%, 60% van de mensen daar mee wilden werken. Dan zou je zeggen van, dat hè. Maar in deze tijd ook met de privacy, hè, maar... ja, bijvoorbeeld, ja, omdat ze zeiden, ja, ik wil het gewoon niet. Maar goed, ik heb daar portretten gemaakt. In HZ, een hele mooie serie vind ik zelf. En daarna ook nog in Verviers. Dat zijn twee verschillende series met hetzelfde onderwerp. Maar de achtergrond verschilt wel. Maar ik vind de mensen die ik daar betekent, die vond ik echt geweldig. Je ziet ook alle nationaliteiten passeren. Alle type mensen, alle rangen en standen ook. Hè. Ik heb hele arme mensen voorbij zien komen. Ook mensen die enorm rijk waren. Die gewoon nog eens hobby daar kwamen voor bepaalde spulletjes te zoeken. Dus dat was heel leuk om te ervaren. En ik heb dat ook gedaan, die series, omdat ik vanuit het fotografencollectief waar ik ook bij betrokken ben, organiseren wij ook EU-regionale foto-exposities. In samenwerking met de EU-regio Rijn-Maas heet dat dan. Die ondersteunen ons daarin. Dus we hebben nu al in Eupen de vierde tentoonstelling. Hè. Oh. Dus we zijn echt ook bezig met grensoverschrijdende uitwisseling van fotografen om dingen te laten zien. En die series die waren er ook een beetje voor bedacht. Ik denk van, ik wil ook in die sfeer wat maken. Maar goed, dat is even, ja. Ja, en met zoveel verschillende mensen is het het mooiste voor een oog van een fotograaf. Hè? Ja, er is een beeld bij van een gezin wat ik geportretteerde in Verviers. En ik vond het wel heel bijzonder. Want een paar momenten zag ik een gezin, zag een man met zijn kinderen. En ik dacht, hé, dat zijn interessante mensen, vond ik dat. Mooie typetjes. Dus ik vraag, wil die exposeren? Nou, die mensen gaan staan. En wat ik heel mooi vond op dat moment, die man die staat een beetje schuin in beeld. En je ziet dat zijn vrouw en zijn kind, die bewegen eigenlijk mee in die schuinte van hoe hij dan gaat staan. En ik denk van, goh, dat is wel een hele mooie eenheid. Dus je ziet hoe die vrouw en dat kind als het ware meebeweegt met die man. Hoe ze zo tegen elkaar aan gaan staan. En dat vond ik heel harmonisch om te zien. En ik heb er een aantal opnames gemaakt. En op een van die opnames zag ik achteraf dat het jongetje de ogen dicht had. En ik vond het ook wel heel mooi, want fotografie is ook iets van dat je laat iets zien van wat buiten je gebeurt. Maar het gaat ook over je innerlijke wereld, want ik ben natuurlijk als fotograaf ook op zoek naar iets wat mij ook aanspreekt en wat ook iets vertelt over mij. Hè? Want als je naar de foto's kijkt, dan kijk je niet alleen naar portretten van andere mensen, maar ze zeggen, vertel ik eens over wat ik interessant en mooi vind aan mensen. En dat mannetje heeft zijn ogen dicht en die had even iets van, ik wil even niet gezien worden. En ik vond het echt geweldig om te zien. Dus ik heb ook die foto gebruikt voor de serie. En die vader staat dan met een Popeye t-shirt. En dan denk je van, het is een man die... eerste gezicht denk je, een stevige kerel. Nou, het is iemand die zou je een beetje angst kunnen inboezemen. Maar het feit dat hij een Popeye t-shirt aan heeft, denk ik, het is een lieve kerel eigenlijk. En dat laten die kinderen en die vrouw ook een beetje zien hoe ze zo bij hem staan. De eenheid. De eenheid, ja. Met Popeye, dat weten jullie ook wel. Hè? Want Popeye, dat was een man met spierballen, maar die had altijd spinaat. Hè? Want daar werd je sterk van, ik denk. Het is een prachtig beeld om te zien. Man. Nou, dat wilde ik nog even vertellen. Als mensen het leuk vinden om nog wat meer van mijn werk te zien, dan zou ik zeggen van, neem ook eens een kijk op de website van F68. Die heet Viewbook F68. En daar sta ik ook op, Ed Hokeboom. En kom eens een kijkje nemen. Ik wens je heel veel kijkplezier in ieder geval. Bedankt, Ed, dat je er was. Ja, graag gedaan, Kim. Oké, en we zien elkaar weer in de uitzending dan. Jazeker.